Oh. Spannend. Oeh. Zal ik beginnen? Ja. Topper. Dat was de set gift, dus onze hele crew had zo'n topper. Ja, iedereen heeft zo een. Waardoor dus geen plastic bekertjes in de Vogezen achterbleven of zo. Ja, inderdaad. Hier, nog iets van u? Ja. Met een teflon. Said op zijn telefoon. Ja. Tijd. Ik heb geen geld voor een laptop, dus dat heb ik gegeven. Ik had mijn eigen afspeellijst gemaakt. Om te, Jan noemde dat zonen. Ja. Om een beetje in uw cocon te kruipen. Dat zit er niet nog in. Een rozenbriquet. Belangrijk dat hij rozen is. Want je hebt gecamoufleerd. Want... Dan vind hem terug als je een vuurtje wilt maken. Maar, als je, inderdaad, want als je een groen vuurtje pakt, dan gaat hij vallen. Dan vind je niet meer terug. Wat in de buidel, we hadden ook allebei altijd een wegwerpcamera bij. Ah ja. Om onze route toch een beetje bij te kunnen houden achteraf. Ja. Hebben we ons wandeling vastgelegd eigenlijk. Wacht, wat zit er hier nog in? Ah ja, ja, hier. Is dat? Ja, dat is een mes. En dat heb ik gekocht op de GR5. En sindsdien heb ik dat eigenlijk altijd bij. Ik weet niet waarom, maar ik ben zo aan een prutser. Dus als ik dan zo'n stokje tegenkom, dan begin ik daar zo een speertje van te maken of... Ah ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste. Flos. Flosdraad. Tandenstokers. Ik heb grote gaten tussen mijn tanden. Dus en als we dan aan het lunchen waren, die hadden dat nooit. Ja, dan tandenstokers. Dus van zij tandenstoker, oké. Okay. Ja. Dus dan moesten we dat zelf mee hebben. Ja, die tandenstokers bij de mannen, dat was meer... Image. Ja. Voor een imago. Enjoy the ride. Holland Tide.